hoe struikelende kippen Christiaan Eijkman aan een grote ontdekking hielpen. Gek werden ze ervan, Christiaan Eijkman en zijn collega's in de Nederlandse kolonie Indië. Duizenden mensen kregen daar de ziekte beriberi. Vooral soldaten, bedienden en gevangenen. Hun voeten raakten verlamd, ze gingen raar lopen, ze kregen hart- en ademhalingsproblemen. Vaak stierven ze plotseling. Het ligt aan het eenzijdige dieet, vermoeden assistent Eijkman en professor Pekelharing en Winkler van de Universiteit Utrecht. Rijst, rijst en nog eens rijst. Maar hoe dan precies? Intussen werd het probleem er zeker niet minder op. Zelfs de kippen van het laboratorium kregen beriberi. Ze werden duf en begonnen door hun poten te zakken. Maar toen de geleerden de kippen wilden onderzoeken, werden die op een dag vanzelf weer beter. Eijkman kwam erachter dat op precies die dag de kok vervangen was. De oude kok had de kippen restjes gepolijste witte rijst uit de keuken gegeven. De nieuwe vond dat verspilling van mensenvoedsel en gaf ze ongepolijste zilvervliesrijst. Aha! Eijkman nam de proef op de som. Kippen die witte rijst aten, werden ziek. Kippen die ongepolijste rijst aten, bleven gezond. Toen liet hij het dieet van gevangenen onderzoeken. En warempel, ook die werden alleen ziek als ze witte rijst kregen. Eijkman werd niet meteen geloofd, maar zette door. Het verschil bleek hem te zitten in de zilvervliesjes, die bij het polijsten verloren gaan. Daarin zit de stof thiamine, inmiddels bekend als vitamine B1. Beriberi was het gevolg van een tekort daaraan. Rond diezelfde tijd ontdekte de Brit Sir Frederick Hopkins dat er naast de al bekende eiwitten, koolhydraten, vetten en mineralen nog andere stoffen essentieel zijn voor een goed functionerend lichaam. Hopkins en Eijkman legden zo de basis voor de ontdekking van vitamines en ontvingen in 1929 hiervoor de Nobelprijs voor de geneeskunde. Tegenwoordig komt beriberi nog maar sporadisch voor. Het eten van gevarieerd voedsel en de toevoeging van vitamine B1 aan producten als rijst, bloem en pasta hebben miljoenen levens gered.